Dit is een bespreking van Eneis, boek 2, regel 768 tot 779. In het voorafgaande heeft Virgilius verteld dat Eneas bij de vlucht uit Troje onderweg Creusa, zijn vrouw, is kwijtgeraakt. Eneas gaat nu terug om haar te zoeken. En op dat punt in het verhaal zijn we. Ausus komt van het semideponens audere, wat durven betekent. Het perfectum is ausus sum, die is dus passief, moet je actief vertalen. Een ppp van een deponens mag je vertalen alsof het een ppa is, dus durvend. Ja, zelfs stemmen letterlijk te slingeren, mooi beeld. Woorden te roepen is natuurlijk de bedoeling. Per umbram, door de schaduw, staat er letterlijk, heb ik gevuld met geschreeuw de wegen. Majestusque en bedroefd. Creusa, te vergeefs, ne quiquam in geminans, herhalend. Iterumque, iterumque, een polysyndeton, again and again in het Engels, heb ik geroepen. Dus in normaal Nederlands, en bedroefd, riep ik. Creusa, Creusa, het haar naam, dus te vergeefs herhalend, again and again, steeds weer, heb ik vertaald. Quaerenti is een ppa, hangt af van het mihi wat daar staat, de hoofdstructuur van deze zin is, visa est, er is verschenen, aan mij, dat visa is vrouwelijk omdat het congrueert met imago, een gestalte is aan mij verschenen. En daarvoor staan nog twee onderwerpen, namelijk simulacrum et atque umbra. Dus de hoofdstructuur is de ongelukkige, het ongelukkige beeld en de schim van Creusa, visa est, is verschenen aan mij en een gestalte. Met dat mihi daar congrueert quaerenti, aan mij zoekende. En ruenti, en rennende, zonder einde, staat er letterlijk, langs de daken van de stad. Tectum betekent eigenlijk dak, is dus een metonymia, het deel in plaats van het geheel, in het Latijn pars pro toto. Dus terwijl ik aan het zoeken was en door de stad aan het rennen was, verscheen het ongelukkige beeld en de schim van Creusa zelf, die verscheen, mihi, aan mij, ante oculos, voor mijn ogen. En een beeld en een gestalte verschenen, daar wordt dus drie keer hetzelfde mee bedoeld, en een gestalte, groter, major, nota is een ablativus, dan de bekende gestalte moet je weer aanvullen. Dus die Creusa, die verschijnt als groter dan ze daadwerkelijk is. Op stipui, ik stond verstomd. Eneas schrikt uiteraard van die plotselinge verschijning. En ze gingen staan, steterunt, mijn haren. Steti is het perfectum van sistere hier. Je mag eventueel het perfectum van staren ook vertalen. Zij stonden recht overeind, is natuurlijk de bedoeling. Mijn haren en mijn stem in mijn keel bleef steken, staat er letterlijk. Vrij voorbeeld van een chiasme, steterunt, of correspondeert dan met hij ziet, helemaal achteraan. En de twee onderwerpen zijn de beest, komai et vox. En toen, op dat moment, dat advari, dat is een infinitivus, toespreken. En dat is een zogenaamde infinitivus historicus, een vertellende infinitivus. En die moet je vertalen alsof het een presens is. Dan spreekt zij toe zo, spreekt zij mij zo toe, is natuurlijk de bedoeling. En demeren, wegnemen, ook dat is weer zo'n infinitivus historicus. En zij neemt weg, cura's, mijn zorgen, his dictis in hyperbaton, met deze woorden. Creusa spreekt, quid tantum, quid juvat, wat helpt het letterlijk, wat heeft het voor zin, vraagt Creusa aan Eneas. Wat heeft het om tantum te indulgeren, om zoveel toe te geven,
en dan een hyperbaton insano dolori, aan een waanzinnig verdriet. O conjunx, o echtgenoot, en die noemt Creusa dulcis, zoet letterlijk, o lieve echtgenoot. Non haec, niet deze dingen, dit is het onzijdig meervoud van hic, staat in de nominatieves, is onderwerp van eveniunt. Niet de gebeuren deze dingen, eveniunt haec, zonder de wil, zonder de goddelijke macht, noem men divum, hetzelfde als divorum van de goden. En dan de volgende zin, onderwerp is fast, daar moet je est aanvullen. Ik heb nek vergeten in te vullen hiernaast en het is niet toegestaan. Daarvan afhankelijk een ACI dat jij draagt, dat jij meeneemt, comitem, als metgezel hier vandaan, dus van Troje. Creusa, het is dus niet vast, het is niet toegestaan volgens het goddelijk recht, volgens het lot, dat jij Creusa mij dus hier vandaan meeneemt. Of, sinit, staat het toe, en ook niet, dat of, dat zouden wij meer vertalen met en ook niet, staat die beheerser van de Olympus, dat is natuurlijk Jupiter, dat toe. Houden we superi over, dat is congrueerd met Olympi, dus die heerser van de hoge Olympus, staat, die staat dat ook niet toe.